Yo, kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie kijken. Shit, mijn hacks aan de gang, dit moet ik eruit knippen. Nee, grapje mensen. Oeh, ik had jullie toch eventjes, ik had jullie toch eventjes. Nee, ik heb VIP op Hypixel. Dan denk je vast van, VIP, hoe kan dat? Ah, hij joined nu net. Blindly Knight, zonder het T, dus echt sowieso. Kevin doet een andere naam, man. Die heeft zeg maar na de vorige livestream die we dus hebben gehad, heeft hij... Sindsdien eigenlijk alleen maar contact gehad met helpers, junior helpers en proberen met admins in contact te komen. Om voor mij toch iets te fixen als een MVP of een VIP of wat dan ook. Ik zou zeggen van, ik hoef niet per se een MVP. Als je voor mij een VIP kan regelen, ben ik ook wel tevreden, weet je wel. En hij is er gewoon druk mee bezig geweest en heeft dagelijks bijna contact met ze gehad om iets voor mij te kunnen regelen. En het is eindelijk zover, hij heeft voor mij VIP gekregen. Zoals je kan zien hier, mijn naam is Groen. Ik heb ook al wat kids gekregen, dus ik ben Kevin natuurlijk heel erg dankbaar voor... Dankbaar voor, ik word er gewoon emotioneel van. Nee, dat ik slik er nog veel, weet ik veel wat. In ieder geval is dat dus voor mij eindelijk geregeld. En ik ben natuurlijk super blij mee dat ik nu eindelijk VIP heb. Het is gewoon een stuk beter. Natuurlijk snap ik ook als je als gewone speler... Ik snap nog steeds dat je het klote vindt om tegen VIP te spelen. Dat snap, zou ik ook nog steeds begrijpen voor gewone spelers. Maar als je eenmaal VIP hebt, heb je zoiets van... Who the hell cares? Weet je, maar goed. Ik ga gewoon kijken. Ik heb natuurlijk al wat kids geüpgraded. Dus zie ik gezien, ik heb... Creeper kit is dit volgens mij, dit is mijn wolf kit, daar heb ik twee wolven krijg ik. Ik heb mijn blaze kit geüpgraded en laat ik zo zeggen, ik heb elke kit volgens mij geüpgraded tot en met 1000 coins, dus ik heb wel wat. Maar goed, trouwens de reden waarom ik VIP heb gegeven is ook wel even handig om te vertellen, is normaal zou je het krijgen bij 15 subs zou je MVP krijgen, of in ieder geval die geruchten gingen rond en de een zegt van wel, de ander zegt van niet, dan hebben we het over mods en VIP's en dat soort shit allemaal. Van mods en VIP's, ik zit helemaal door de war. In ieder geval, wat ik dus wel zeg. Wat? Nee. Pff, deze kist. Are you kidding me? Oh my god. Maar in ieder geval heel veel junior helpers en helpers en admins staat allemaal door elkaar te zeggen. De een zegt bij 15k subs krijg je MVP. De ander zegt van niet. De ander zegt van wel. En omdat ik dus nu dagelijks upload. Dus de Hunger Games echt dagelijks upload. En heel veel hier aanwezig ben. Hadden ze iets van weet je. Oké, je hebt het dan misschien wel niet helemaal. Maar daarom gunnen we je het je toch. En dat vond ik wel iets van... Dat vond ik wel super chill. Dus vandaar dat ik VIP heb gekregen, nogmaals mensen. Ik heb niks gekocht, gekregen. Ik ben er gewoon echt super blij mee natuurlijk. En we hebben een kill. Ik heb echt hele OP gear. Dit heb ik nog nooit gehad eigenlijk. Eigenlijk, jawel, maar nog nooit zo snel in een game dat ik zo denk van... Holy damn, ik ben OP. En dan krijg ik soms ook nog mijn kit. Weer een kill. Ik krijg soms ook nog een keer mijn kit over een paar seconden. Dan heb ik ook nog een keer wolven erbij. En ik heb deze gear. Wat wil ik nog meer? Dat rijmt. Dus ik span ook gewoon nu maar mijn wolf. Want ik weet dus nu, deze gaan wel mee de deathmatch in. En omdat ze mee gaan de deathmatch in, heb ik zoiets van, weet je. Ik kan ze gewoon nu safe spannen. Want ik heb dan toch ook nog help daar. En we kunnen ook even gaan Ocean in. Want ja, ik heb 1 level. We hebben 2 kills. Gaat gewoon super dit potje. Tot nu toe. Want jullie weten hoe het is als je community crash hebt gezien. Van als ik zeg op Minecraft dat iets goed gaat, dan heeft Minecraft zoiets van... Oh... Oké, we straffen je even af met een faalachtig iets of zo. Maar goed, we gaan door. Het enige wat ik wel minder heb is nu eten. Maar goed, ik heb 3 appels. Ik heb een rotte fles. Dat is eigenlijk voor mijn honden volgens mij. We zullen zien. Ik zie hier ieder voor iemand. En die heeft nog geen... Mispoes. Mis... Oh, damn it. Trouwens, wil jij nou zien of ik jouw reactie heb behandeld? Jullie weten hoe het werkt. Klik dan eventjes... op de vorige, of in ieder geval na deze video, even onder mijn cam, daar staat het linkje natuurlijk naar de vorige video. En dan kan je zien of ik jouw reactie heb behandeld. En ik heb inmiddels 4 kills. En ik heb niks te klagen eigenlijk qua dingen. Ik heb ook weer een level, zie ik. Iemand zei trouwens ook wat me wel bij is gebleven. Gisteren had ik natuurlijk 6 levels. Toen had ik mijn wapens geënchant en mijn body. En toen zei hij, enchant ook eens een keer je boog, want dat doe je eigenlijk nooit. En ik zoiets van, ja, daar heb je eigenlijk wel een punt. Ik enchant eigenlijk nooit mijn boog. En waarom? Nou ja, ik zeg heel vaak in een video van ik ben slecht met een boog, is ook echt zo. En daarom heb ik altijd zoiets van, weet je, ik enchant mijn boog niet. Eigenlijk heel dom, want stel ik krijg de punch op of wat dan ook, iemand rent weg, heb ik hem natuurlijk nog sneller dood. Dus eigenlijk moet ik dat ook gaan doen, maar ja, het is gewoon, ja. Zoiets van, ik vergeet het vaak, of ik heb zoiets van, het is maar mijn boog of wat dan ook. En dat soort dingen. Oeh, hier rent Kevin. Blindly Knight. Laat me je helpen, Kevin. Give me this kill. Give me this kill. Give me this kill, I want this motherfucking kill. Oké, ik weet niet wat dat voor actie was, maar goed, het heeft een beetje geholpen voor hem volgens mij. Oh damn it, oh damn it, oh damn it. Hij rent weg, maar
Ik wil hem hebben, want ik wil een kill erbij. Nou. Dankjewel. Oké, we gaan even kijken wat wij voor zijn helm kunnen pakken. Er zit Protection 1 op. Kijk aan. Dankjewel voor het upgraden van onze kit helm. Helmkit. Nou ja, we hebben in ieder geval 5 kills. En we gaan rustig door. Dus ik wil nog wat meer kills pakken. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. It's fantastic. Nou, hoe het tot nu toe gaat, is het wel fantastisch. Ik bedoel, we hebben 5 kills. Ik heb mijn lieve hondies. Moet ik ze ook eten geven eigenlijk? Ik weet het niet. Even kijken of dat moet. Ah, hij houdt van me. Hey. Holy damn. Wat doen ze nou? Nee! 1 HP had hij! 1 HP! Are you kidding me? Waarom keek ik naar mijn honden? Come on! Oké, nou ja, we hebben 5 kills gemaakt en doordat ik het te interessant vond om naar mijn honden te kijken omdat ik die voor het eerst heb. Oh, ik kan natuurlijk gewoon eroverheen vliegen nu. Ben ik dood gegaan door een domme blunder om het zo maar te noemen. Dit is echt wel heel erg fout. Damn it! Oh. Op deze momenten kan ik mezelf echt van mijn kop staan van. Waarom let ik er dan met even op mijn honden van, goh, wat zullen ze aan het doen zijn? En dan komt er iemand in mijn rug. Natuurlijk gewoon slim dat die kerel mij killde. Is gewoon op het goede moment gewoon mij aanvallen natuurlijk. Maar ik had hem toch nog bijna, laten we eerlijk zijn. Hij had 1 HP, dat kon ik zien in de opname. Maar hij had nog 1 HP, dus ik heb me redelijk goed teruggevochten. Maar het mocht niet blijken. Of baten, of hoe dat ook maar heet. Maar dat krijg ik helemaal niet uit. Mensen, vergeet ook niet van even om een like aan te klikken. Heb je nog niet gedaan, vergeet het niet. Ik denk, ik zeg het alvast even hier. Als je hem eens leuk vond tot nu toe. Want we hebben een MVP die wil voor Watch Dogs praten. Ik ben geneigd om deze kit aan te klikken, omdat ik dit zo vaak heb gedaan, maar ik kies toch weer voor mijn wolventemmer kit. Ik kies er toch weer voor. Als mensen, ik heb nog een kanaal, Duffy Meer, links zit in de beschrijving, check het ook even, abonneer er even op, daar upload ik ook op en dan kan je daar nog meer van mij zien, daarom ook het woord Duffy Meer, meer van mij. Dus als je gek van mij wordt, word je dan extra gek. Ik weet niet wat ik doe. Altijd als ik facecam, dan moet ik altijd, probeer ik altijd niet gek te doen. Maar het is toch altijd dit drang, hè, om eventjes gek te kunnen doen tegen je camera. Nou ja. Oké. Nou, dat ging pittig snel en pittig goed. Dan gaan we lekker nog een mapje op. Ja, zo kapotjes heb ik ook wel eens mensen, hoor, dat ik gewoon in het begin gewoon meteen in elkaar wordt gemapt. Oh, ik heb nu natuurlijk ook niet. Kijk, hier VIP, daar kan ik nu gewoon in. Oh yes. Ja, maar ik heb dus ook wel spotjes dat ik gewoon dood word gemapt in het begin, mensen. Dat is gewoon, dat hebben jullie vast ook wel eens, dat is heel normaal. Dat doe ik ook eens bij mensen. Ze hebben van, weet je wat? Jij gaat nu dood. En dan heb ik zoiets van. En dan hebben zij zoiets van. No, don't do that to me. En hij beluik. Oh yeah. En nu hadden ze ook zoiets. Iemand had nog zoiets van. Hé, hey, jij? Jij gaat dood. Dus jij gaat nu dood in. Niet teamen. Dat is zielig. Mijn zinnen vallen nu ook meer op. Dat is gewoon wit nu. Ja. Iedereen wil teamen. Wacht bij de spawn. Oké, ik heb een doel om die Dimishio te killen. Die vind ik ook maar heet. Oh yes. Oké, en we gaan door. Want ik krijg alweer klappen. What the fuck is dit, jongen? Holy shit, wat is dit voor grap? Ik wil ook een kill. Hallo, mag ik ook een kill? Ik wou net zeggen, mag ik ook een kill? Maar die Mr. Panda, die ga ik zo even in de chat kijken. Want ik vertrouw het niet helemaal. What the fuck? Het gaat echt kill. En dan is zo van, hey. Oh, we gaan even kijken of we deze plan kunnen neerhalen. Hij is down. En ik heb er expres niks over gezegd. Over in ieder geval gepraat in die kill. En waarom niet? Omdat hij een skin aan had. Wat ik normaal zou deze opname eruit knippen. Omdat zijn skin. Dat soort dingen wil ik eigenlijk liever niet in mijn video hebben. Dus
Ik zou zeggen, mensen, spoel de video. Ja, dat gaat toch gebeuren. Jullie gaan nu toch terugspoelen. Ik had er beter niks over kunnen zeggen. Maar hij had gewoon een hakenruis op zijn skin. En dat soort dingen heb ik precies van. Dat vind ik niet nodig om dat in je video te verwerken. Maar kijk, ik ga nu gewoon lekker dit potje. En daarom knip ik dat nu. Of daarom laat ik deze opname nu gewoon erin zitten. Maar goed. Dan weten jullie dat ik het... ik heb het gezien, maar het was niet... Tenzij ik het fout heb gezien. Wat ik natuurlijk dan helemaal hoop. Dat ik het te snel zag en dat het gewoon helemaal niet waar is. En dan... Maar het leek in ieder geval heel erg op. Maar goed, we gaan door. Wij kunnen lekker zo meteen gaan oceanten als wij in de buurt komen bij de Summer Table. Maar gaan eens even kijken. Mr. Panda, die pakt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 kills heeft hij nu. Als ik doodga door die Mr. Panda, dan is die of heel goed, maar dan ook echt heel goed, of meneer heeft heks aanstaan. Want hij pakt weer een kill. Dammit, wat de heck, waarom gaat... Ja, het lijkt me zeker dat je MVP gaat hacken natuurlijk. Ik bedoel, dat is toch een rank van, wat is het, $50 of zo? Of $100? Ik weet niet precies, maar... Het lijkt me toch niet dat je daarop gaat hacken, maar... Je weet natuurlijk nooit hoe mensen zijn. 7 kills already. Ah, hier hebben we hem hoor, die Mr. Panda. Hij was te proud op het type van zijn 7 kills. Dus toen had ik zoiets van... Ik weet niet hoe jij dat doet, maar ik pak je op. Hey, blast protection. Oké, dan. Nou, verder niks. Dan gaan wij door. We hebben hem uitgezuigd, waar ik zelf heel blij mee ben. Maar hij was te trots op zijn 7 kills. Dus hij was het type van, hey, 7 kills. Net als ik de vorige potje te trots was op mijn dieren. Was hij dat nu op zijn dingen? Die is ook down. Vuile lagger. Wij gaan nog even proberen. Eens even wat te enchanten. Wat natuurlijk vrij logisch is dat we dat willen proberen. Sharpness 1, hoppatee. Projectile, oké, dat is jammer, dat is voor de boog. Nou ja, goed, maakt niet uit. We hebben in ieder geval een enchant, dat is natuurlijk altijd handig. Ook nog even proberen om een helm te enchanten. Of, oh nee, ik heb geen level daar meer voor. Lollet, faal. Heb ik nog maar één wolf? Oh ho ho, waar is mijn andere wolf? Wolfies, oh daar zijn ze. Ik wou net zeggen, is hij nou dood, maar het viel mee. Hier nog wat, nee, alleen wat eten en wat troep, oké. Okay. Er leven nog 4 mensen, ik heb 4 kills. En ik heb 2 wolven, dus het is eigenlijk 3 tegen 3. Als zij zouden teamen tegen mij, want ik heb natuurlijk 2 wolfjes. Maar wat wel één nadeel is, dat ik dus mijn eigen wolven kan mappen. En omdat ik dat kan, ik weet niet of het werkt, maar ik ga het toch weer doen wat ik ook de vorige video deed. Of vorige map deed. Kom eens hier. Eventjes dit op moeten doen. Ik weet niet of ze dan weer... Misschien krijgen ze dan meer HP erbij of zo. Ik weet het niet. Maar of ze helpen elkaar beter. Of ze krijgen HP erbij. Ik weet niet. Als een VIP dat weet. Want ik heb natuurlijk... Mij kende heb ik natuurlijk niks gelezen op de site over VIP's of wat dan ook. Als dat zo is. Laat het me even weten in de reactie alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik vraag het jullie. Alsjeblieft. Ergens moet iemand zitten. Of iemand zit hier in de haven. Of iemand zit boven mij. Kunnen honden tegen water eigenlijk? Honden. Ik weet niet of honden tegen water kunnen. Ik spring eigenlijk ook zomaar het water in. Ja, ze kunnen tegen water. Oh, hieronder zit iemand. Kijk aan. Oké, ik heb hier wel heel veel HP door verloren. Maar goed. We hopen dat we nog maar een beetje kunnen regenen dan maar. Damn it. Maar goed, we hebben wel weer iemand uitgezakt. Dat betekent al 5 kills. Nee, nou nog 1 kill moeten we maar over maar te maken in de deathmatch. En ik heb natuurlijk mijn honden die met me meekomen. Kijk, daar zijn ze. Oh, so cute. Hallo meneer. Jeffrey Hoffman. Of hoe heet die vent? Jeremy. Jeremy Hoffman. Hallo, mijn naam is Jeremy Hoffman. Nou, dit is een kill voor mij, dat weet ik nu al. Mensen, we hebben gewonnen. Ik zei het je, ik al het. Want ja, we zijn OP. We hebben honden die hem aanvielen. Hij kon helemaal niks. Hij heeft niet eens gehit. Ik bedank u voor het kijken in deze aflevering van de Hunger Games. Vond je dit leuk? Vergeet niet om die like aan te klikken. Vergeet niet op abonneren te klikken. Check Duffy meer in de beschrijving. En ik zie jullie morgen weer met een nieuwe aflevering. En dan zijn fucking VIP. Hell yeah.